PSV heeft maandagochtend Hector Moreno gepresenteerd. De 27-jarige international van Mexico trainde nog niet mee, omdat zijn werkvergunning nog niet in orde is. Ja, nee, ik denk dat hij hier prima past als mens. Dat heeft hij van Andres Guardado ook begrepen. Hoe de club PSV is, wat het betekent om hier te spelen. Dus daar ja goed, en de leiding kent hem ook. Toon Gerbrands en Marcel Brands hebben bij AZ al met hem samengewerkt. Dus dat is geen verrassing voor hem. Ik verwacht daar ook weinig problemen mee. En ik verwacht eigenlijk ook dat hij zich snel zal kunnen aanpassen aan PSV. Hoewel hij nog wel even zal moeten optrainen de komende weken, zoals dat heet. Hij kent de Nederlandse manier van voetballen. Heeft bij AZ gespeeld. Daar uitstekende verdediger altijd geweest. En daarna ook nog stappen gezet in het buitenland. Ja, het is toch redelijk bijzonder dat PSV zo'n jongen weet binnen te hengelen. Die zou normaal gesproken niet voor deze club kiezen. Maar ik denk dat Tabe Guardado goed lokaas en uithangbord is geweest. En PSV met hem ook een soort springplank heeft gemaakt naar dit soort spelers. Moreno koos voor PSV omdat hij in Eindhoven Champions League voetbal kan spelen.